Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe live gameplay hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. Heel veel mensen vroegen of ik weer een keertje hardcore kon gaan spelen, dus vandaag gaan we hardcore dominee spelen op de map Slums. En waarschijnlijk ga ik echt gewoon 10.000 keer dood, want hardcore vind ik een best wel irritante game mode. En we gaan spelen met de MSNC, maar die wil ik niet pakken, want ik heb daar niet goede perks op staan. We gaan spelen met de MP7 met Longbarrel en Quickdraw met Hardline, Scavenger, Toughness, Dexterity, C4 en de K40's. En ik heb gewoon weer de hik te binnen. En heb ik nou C4 aan staan? Oké, we hebben C4 aan staan. Kunnen we waarschijnlijk niet gaan gebruiken. Want de C4 gooien in hardcore is zo'n beetje onmogelijk. Omdat je dan de hele tijd je eigen team killt. Je kan beter gewoon een nade aanzetten. Oftewel een frag grenade. En die gewoon de hele tijd across de map gooien. Daar heb je de meeste kans bij om gewoon een enemy mee te kunnen gaan killen. Boom! Oké, C4 kill is alsnog binnen. We hebben alsnog gewoon een C4 kill kunnen halen. En alsjeblieft jongen. Moet even gaan opletten, want waarschijnlijk gaan ze een beetje hardlopen campen. Dat doen de meeste mensen altijd als ze hardcore spelen. Dan spelen ze altijd een beetje rustig. Dus daar moeten we op gaan letten dat wij ook gewoon een beetje wat rustiger spelen dan normaal gesproken. En we worden nu meteen alweer omsingeld. Count UAV is meteen al binnen, dat is mooi. We gaan tot nu toe best wel goed. We blijven gewoon een beetje manoeuvreren bij de B-vlag, zoals je kan zien. Want we moeten natuurlijk wel gewoon die B-vlag kunnen gaan veroveren. Maar dat gaat niet lukken zonder dat je eerst die B-vlag helemaal hebt gesecured. Want anders ga je dus gewoon dood als je hem probeert te pakken. Maar tot nu toe gaan we nog best wel goed. Even kijken. Oh, jij staat in één keer voor me. Die gebruikt volgens mij Ghost, want opeens stond hij er. Nieuwe UAV's binnen. Staat er eentje in mijn rug. Die ziet me niet. Komen ze nu allemaal via deze kant. Even mijn Hunterkiller gooien. 3, 2, 1. En gooi. Dankjewel, Hunterkiller. Je saved me keihard. Dat is niet normaal. Oké. En jammer genoeg gingen we dood. Er stonden 10-0. Best wel een B-score om meteen te halen in hardcore. Want natuurlijk ben ik niet zo'n goede hardcore speler. Maar om dan gewoon 10-0 te komen te staan. Dus dat is best wel base van mij. Als je voor je eroverheen gooien. Boom. Oh. Kut teammate. What the fuck doe jij? What the heck? Wat een lul! Je schiet zo die noobtube tegen die muur aan het welke staan. Wat is dat nou voor actie, man? Dat is een fucking, weet ik veel. Gelukkig krijg je geen dead erbij als je teammate killt. Maar alsnog is het wel gewoon irritant. Want anders had ik nu misschien meer enemies kunnen killen ofzo. Als die teammate me niet had gekillt. Wat een lul, Hannes. Dat zijn echt irritante fanks altijd. Die proberen te noobtube en dan schiet ze gewoon overal tegenaan. En dan weten ze niet dat jij dus wordt gekillt door een noobtube. Dan denken ze ook van, huh? Wat is er nou weer gebeurd, man? Maar dat is altijd bij hardcore. Je wordt altijd wel een paar keer gekillt door je teammates. Maar als je 3 keer een teammate killt, dan word je gekickt. Dus ik probeer het meestal niet te doen. Maar soms gaat het wel per ongeluk dat je per ongeluk een teammate killt. Maar gewoon proberen niet te doen. Want anders word je gewoon uit dat game gekickt. En dan ben je dus gewoon de lul. Want dan krijg je misschien nog probation ook. Ik weet niet of dat zo is. Maar volgens mij krijg je als je een paar keer wordt gekickt te hard in hardcore of zo, krijg je probation. Dus je kan je 5 minuten lang geen potje meer zoeken. Maar we gaan tot nu toe best wel beest. 16-2 op het moment. Hunterkiller heeft een kill en een teammate kill. Ik heb hem meteen teruggepakt met mijn Hunterkiller. Lekker voor, jongen. Want die vent killde mij net met zijn noobtube. Krijgt hij nu een Hunterkiller van mij op zijn kop. En dan gaan we even proberen die B-vlag te pakken. Maar ze staan. Oh shit, ik zag hem aankomen lopen. Ik probeerde eerst te gaan liggen, maar dat ging niet lukken. Moet even proberen die B-vlag te pakken. Nu wordt gespantrapped. Ik weet waar die loopt. Dus gaan we even proberen te killen, want hij loopt hier helemaal achterin. Hij loopt in ons gebouwtje. Dus daar zit je. En er staat er nog één naast. We staan ook echt met z'n tweeën in onze span. Lekker is dat. Even proberen die B-vlag te pakken, jongens. Ik weet niet waar mijn teammates zijn lopen. Volgens mij zitten mijn teammates op die B-vlag. Dus dat is mooi als ze die B-vlag ook meteen kunnen pakken. Maar zo te zien gaan ze meteen allemaal dood. Dus dat is niet mooi als ze meteen allemaal dood gaan. Want ze kunnen ze natuurlijk niet die vlag pakken. UAV is binnen, dus dan weten we tenminste weer waar die enemies lopen. Klik, UAV is binnen. Lekker dan. Er zit een teammate van me, zit al die UAV's van de enemies eruit te knallen. Dus dat is helemaal mooi. Zitten we in een redelijk chill team. Maar we moeten even proberen die B-vlag te pakken, jongens. Kom op. De enemies waren het net aan het proberen, maar dat is helaas niet gelukt. Want anders konden we hem namelijk proberen weer terug te pakken. Want dat gaat meestal makkelijker dan hem als die neutraal is te pakken. Maar even kijken. Want ze beginnen nu allemaal trophy systems te gebruiken, man. Ja, allemaal trophy systems, jongens. Ja, we count UAV. Nu weten jullie niet meer waar ik sta. UAV'tje erbij. Even langzaam aan spelen, want ze komen nu op me af. Hij staat me daar op te wachten. En aan de zijkant staan ze ook nog. Alsjeblieft. En die vent die staat me daar op te wachten. Wacht, ik heb nog een C4 binnen. Alsjeblieft, jongen. Prachtige C4. Lekker dan. Top. Jij komt ook op me afrennen. Lekker dan. Aan mijn zijkant lopen er ook weer een paar. Die kunnen we niet afknallen. Ze spannen nog steeds allemaal voor me. Dan blijven we hier gewoon nog heel eventjes staan. Ze blijven gewoon op me afkomen rennen. Ik sta mooi te headglitchen. Dus ze kunnen me toch niet pakken zomaar. Oh, en dan word ik in mijn rug gepakt. 30-5 in een hardcore match. Holy shit. Het is me nog nooit gelukt, man, om zo goed te gaan. We hebben de B-vlag ook nog eens binnen. Kom op, Hunterkiller. Kills op de B-vlag. Kom op. Je killt de verkeerde lul. Je moest op de B-vlag killen. Wacht maar, ik probeer wel eventjes. Is die force erop te gooien? Is dat nou een enemy? Nee. Er was geen enemy, maar er staat er wel in. Dankjewel, C4. Lekker dan. Die C4 zijn nog redelijk chill om te gebruiken, ook in hardcore. Ik dacht, het gaat nooit lukken om daar een enemy mee te gaan killen. En ik word gewoon gekillt weer door mijn eigen teammate. Lekker, jongen. Maakt niet zoveel uit dat hij me killde nu, hoor. Nu vond ik het namelijk niet erg. Maar als hij het nog een paar keer doet, dan vind ik het wel weer erg. UAV is weg. B-vlag wordt nog niet teruggecapt. Mooi zo. Dan gaan we niet via graveyard, want als je via graveyard loopt, heb je zo'n hoge kans om gekillt te worden. En ik zag hem aankomen rennen. Ik wist dat hij aankwam. Losing B, mensen. Kom op. Terug naar de B-vlag. Let's go. Rennen. Kill hem op de B-vlag. Lekker, jongens. Hij is al dood. Je ziet als ze een vlag aan het cappen zijn, altijd die vlag zo
soort van glinsteren. Dan wordt hij doorzichtbaar en dan wordt hij weer niet doorzichtbaar. En zo kan je dus zien of een vlag wordt gecapt of niet. Dat zit er ook al in sinds een hele lage Call of Duty. Dus dat is een mooi onthoud dingetje. De meeste mensen weten dat wel al. Maar mocht je nou nog niet hebben geweten, dan weet je het nu. Dus als een vlag aan het cappen zijn, dan begint hij gewoon heen en weer te gaan. En dan weet je dus dat ze die vlag aan het pakken zijn. En ze staan nu achter me. En ze staan ook meteen voor me. Dus snel nog een enemy kunnen killen. Kijken of ik nog eentje kan killen. Nee, oké. De tijd zit erop. We staan 35-6. Dat is echt een base score voor mij in hardcore. 35-6. We kunnen nog wel eventjes dit door blijven zetten, denk ik. We gaan gewoon weer proberen die B-vlag te pakken. Net hadden mijn teammates hem gepakt. Dus nu ga ik het gewoon proberen te doen. Samen met mijn teammates. Want waarschijnlijk willen ze wel gewoon dit potje gaan winnen. En als je het potje wil winnen, heb je natuurlijk twee vlaggen nodig in Ground War Domination en in elke Domination. Ik zeg Ground War Domination automatisch, dat ik heel veel Ground War heb gespeeld. Maar dan gaan we weer. 1-0, tweede ronde is van start met de MP7 met een Art of War camel erop. Een mooie red camel erop. Deze camel doet me altijd herinneren aan de Red Tiger camo van Call of Duty 4, Call of Duty Modern Warfare 2. Daar had je de Red Tiger camo, die vond ik er altijd wel vet uitzien. En deze camo doet me er een beetje aan denken, maar het is wel een andere camo, want hier staan die Chinese tekens op. Natuurlijk was dat niet zo bij de Red Tiger Camel. Oh shit, ze stonden in één keer allemaal voor me. Ik dacht, het duurde nog wel een tijdje voordat ze er zijn, man. Maar in één keer stonden ze er gewoon. Huntenkerretje gooien. Oh shit, ze hebben een escort drone. Hoe komen ze aan die escort drone? Oké, dit is echt scheid. Als de enemies een escort drone krijgen, kan je eigenlijk helemaal niks meer. Want die escort drone die schiet 2 kogels of zo. En dan ben je dus gewoon kaart en lul. Want die dingen zijn echt sterk gewoon. En hoe kon ik mezelf niet hebben gekild? Die C4 die kwam tegen mijn eigen kop en hij killde mezelf niet. Wat een geluk hebben we toch weer. Er zit wel eentje in mijn team die deed al die air support uit de lucht schieten. Dus ik hoop ook gewoon dat hij deze ook uit de lucht gaat schieten. Die vent staat aan te campen. Kom op team. Jij bent de persoon. Kom op, schiet hem uit de lucht. Je kan het. Met je FHJ ding. Kom op. Schiet hem uit de lucht. Dan hebben we er tenminste geen last meer van. De enemies proberen niet de B-vlag te pakken. Dus dat is in ieder geval wel mooi. Maar het is wel de bedoeling dat we even een UAV binnen zien te krijgen. Dan weten we tenminste waar die enemies staan. We blijven hier heel eventjes staan. Escort drone is alweer weg. En daar stond de... Oh, kut! Oh, die C4 ging weer gewoon fout. Ik zag opeens een teammate staan. Was nog een lid, ik hem ontploffen. Maar C4 had geen effect. Bouncing Betty ging mis. Jammer, jongen. Hoort altijd dat leuke geluidje als een Bouncing Betty afgaat. En hij staat gewoon nog steeds achter zijn auto te campen. Securing B van mijn teammates. Ik heb kriebel op mijn kop. Ah, zo schijt irritant als die headset op je kop zit. Oké. Krijg je weer kriebel aan je hoofd. En alsjeblieft, jongen. Bravo secured. Lekker dan. Staat er nou nog eentje hier achter te campen. Ja, er komt er gewoon nog een aan. Mooie headshot op die vent. En daar loopt er nog een. Lekker dan, jongens. We gaan tot nu toe echt gewoon nog steeds beest in het hardcore potje. Staan er nog 2 enemies hier voor me. Ze hebben UAV, dus ze weten dat ik hier sta. Komen ze waarschijnlijk schieten het hoekje, jong. Maar ik kom ook schieten het hoekje, jong. Want wij hebben ook een UAV, jongen. Dat is nou jammer van je. Dat is nou jammer voor jou. En die komt ook schieten het hoekje, jong. Oh! Dankjewel, teammate. Dankjewel, teammate. En alsnog ben ik dood. Ga, maakt niet uit. 47 kills. Holy shit. Huntenkilletje gewoon weer erbij gooien. Boom. Oké, hij maakt geen kill. Hij vliegt nog even door de map heen. Maak zo meteen maar een kill, jongen. Rustig aan. Probeer me maar te save als ik zo meteen in de penari zit. Zoals nu dus. Oh, Bouncing Betty. Oh, die vent die spant de hele tijd en hij gooit meteen een Bouncing Betty neer. En dan zit hij er nog naast de camp ook. Dus dat is een beetje een irritant ventje. Maar dat kom je in hardcore redelijk vaak tegen. Dat mensen gewoon bij hun Bouncing Betty's of zo zitten te campen. Lang afstand gaat niet lukken met die MP7. Vooral niet als je maar 1 kogel nodig hebt om gekild te kunnen worden. Dus dat had ik eigenlijk ook gewoon niet moeten doen. Maar dat maakt niet uit. We hebben de B-vlag bak binnen. Dus als je voortje naar de binnen. Boom. Oké, ze hebben weer trophies in staan. Even opletten waar dit loopt, want er zit er nog één binnen. Er zitten zelfs nog 2 binnen. Zit er nog één binnen aan de rechterkant. Even kijken. Ja, daar staat hij. Daar staat hij. Daar staat hij vol met kracht. Ah, oh, en die spreekt gewoon weer door. Nu worden wij gesponsord, maar we hebben nog wel gewoon de B-vlag. Dus ik snap nu niet hoe we eigenlijk zo gesponsord kunnen worden. Want als die enemies nou slim doen en ze pakken nu gewoon die B-vlag, dan kunnen ze ons helemaal sponsoren. Alleen dat doen ze niet. Ze blijven gewoon rondom de B-vlag zichzelf manoeuvreren, maar ze pakken hem niet. Het is nou niet zo handig om te doen, jongens. 50-5. De score blijft gewoon nog intact. We hebben nog steeds een goede score. Maar hij was nog beter geweest als ze nou gewoon niet ontstond spantrap. Maar daar kan je natuurlijk niks aan doen als dat gebeurt. Weer een Bouncing Betty. Lekker jongen. Blijf lekker die Bouncing Betty gebruiken. Want je hebt pas 1 kill meegekregen. En dat is waarschijnlijk ook maar de laatste kill die je gaat krijgen met dat kutding van je. Uh-oh. En weer een van mijn eigen team in Nate. Ik zie die Nate ook niet liggen. Meestal krijg je zo'n indicator in je beeld te staan. Zo in zo'n rondje van er ligt een Nate aan je linkerkant, rechterkant. Alleen in hardcore krijg je dat zo te zien niet. Weer een Bouncing Betty. Jammer jongen. Eigenlijk weer mist. En ik zie je camper weer in Bouncing Betty. Hij heeft gewoon 2 liggen die vent. Holy shit. Hij heeft Danger Close aan staan. Dus dan heeft hij 2 van die Bouncing Betty's. Wat kill je nou die teammate? Niet mij ook killen, hè? Rot op. Je mag die teammate killen, maar niet mij. Want dat vind ik niet leuk. Kill steal ik je ook nog eens. Lekker voor je. En hij staat hier nog steeds misschien ergens te campen. Jij gooit weer een nieuwe... Bouncing Betty neer. Wat een faal dead man. Ik zag hem staan. Stuk ik mijn fucking C4 aan die zijkant van die deur. Wacht maar, nu ga je eraan. Die voor je.
Lul, Hannes. Er staat er nog één binnen. Ja hoor, hij staat er nog steeds. Oké, het einde van dit potje is echt gewoon irritant. Gelukkig staat er nog maar 50 seconden op de klok. Dus gelukkig is het potje bijna afgelopen. Maar dit is gewoon irritant, man. Ze staan overal een beetje te campen. En je kan eigenlijk niet meer er echt op afrennen. Dat wil ik altijd wel gewoon proberen te doen, erop af te gaan rennen. Maar dat gaat in dit potje in ieder geval niet meer lukken. Boom! Dus, dit is een beetje een irritant potje geworden. En jij staat daar nog steeds bovenop, hè? Die staat er ook nog steeds, joh. Nou, weet je, ik wacht gewoon tot het potje is afgelopen. 56-9, ik vind het wel een mooie score. Ik probeer nog wel eventjes de 50 kills te halen. Dat vind ik het helemaal mooi. Of de 60 kills te halen, dus 50 kills hebben we al binnen. En, oh nee, laat maar zitten. Ik wacht gewoon tot het potje is afgelopen. Nog 20 seconden. Gaan we lekker wachten. Jongens, we hebben gewonnen. Die voor je. Oké, dat was best wel genaaid. Oh, er loopt hier nog een enemy in onze span. Kan ik die nog even snel killen? Alsjeblieft. En dan zit het potje erop. Nog 10 secondjes. Ja, dat mooi met een rijshield. Als je een hardcore rijshield hebt en je gaat gewoon achter je rijshield campen, dus een headcrisje erachter, dan is het echt gewoon overpowered. Als je hem nou hier neerzet en dan gaat er gewoon achter staan, is het echt gewoon overpowered om te gebruiken. Alleen dat doet hij niet. Maar alsnog, potje zit erop. 57-20 is mijn eigen score. Gewoon een poefscore. De eerste ronde ging super chill. Tweede ronde ging super slecht, want daar lukt het gewoon niet meer in, omdat wij gespantrapt werden. Alleen de enemies hebben niet geprobeerd de B-vlag te pakken, dus dat is gewoon dom van de enemies, want anders hadden ze misschien nog wel kunnen winnen. Maar alsnog, hardcore potje, 57-20. Jullie hebben weer gewoon gekregen wat jullie wilden, namelijk een hardcore potje. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, jongens, geef hem alsjeblieft een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Bye bye.